Bij de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij heeft de Nederlandse koning Willem-Alexander vandaag in Nederland zijn excuses aangeboden voor het slavernijverleden. De Nederlandse premier Mark Rutte deed dat eerder al op 19 december 2022. In het Oosterpark in Amsterdam benadrukte de Nederlandse koning dat de excuses door hem met hart en ziel intens worden beleefd. Maar voor mij is daarnaast nog een andere persoonlijke dimensie. Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben daar niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader wat toen wettelijk geoorloofd werd geacht. Maar het slavernijsysteem illustreerde het onrecht van die wetten. De Tweede Wereldoorlog heeft ons geleerd dat je je niet tot het uiterste achter wetten kunt verschuilen wanneer medemensen tot beesten worden gereduceerd en aan de willekeur van machthebbers zijn overgeleverd. Op een gegeven moment groeit de morele plicht om op te treden. Te meer daar slavernij hier in het Europees Nederland strikt verboden was. Wat in de koloniën en in de handel over zee normaal werd gevonden en op grote schaal werd gepraktiseerd en aangemoedigd, was hier niet toegestaan. De Nederlandse koning zei verder dat het onafhankelijk onderzoek, welke hij heeft doen verrichten, meer licht zal werpen op de precieze rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Ik realiseer me heel goed dat lang niet iedereen dezelfde gevoelens heeft bij deze herdenking. Er zijn ook inwoners van Nederland die het aanbieden van excuses zo lang na de afschaffing van de slavernij overdreven vinden. Zij ondersteunen echter in grote meerderheid wel de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur en culturele achtergrond. Daarom wil ik u vragen: stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen.